Deze beschouwing. die gaat over een heel hekel onderwerp. net zo hekel. als het onderwerp racisme. Ik heb daar een uitzending over gemaakt. Een, een beschouwing dan. Hè? En die heet Over Rassen en Racisme. Waarin ik stel dat. vanuit mijn standpunt. Ja, vanuit mijn positie zie ik duidelijk verschil tussen rassen. En mensenrassen dan. Hè? Maar daar heb ik verder geen waardeoordeel bij. Ik zie die verschillen en... Ja, daar heb ik het mee gehad. Er zijn mensen die doen daar veel moeilijker over en die willen per se omgaan, met name omgaan met mensen van het eigen ras. Die bokser, Mohammed Ali, Cassius Clay, bijvoorbeeld... die heeft dat gezegd. Ja, zo denk ik erover, Zij Cassius Clay dus. Hè. Ik mot geen andere dan negers. En Negers, dat gebruikt hij dan natuurlijk niet, want... Op zijn Amerikaans is dat dan weer een beladen term of zo. Dus dan moet je zeggen African American of zo. Maar ja, dat was zijn keuze. En mensen van blanke afkomst, Caucasian of Caucasian, nee, dat is op zijn Amerikaans. Ja, daar had Cassius Clay niet zo'n behoefte aan. Leeft hij eigenlijk nog? Nou, zo zijn er nog meer voorbeelden van mensen die, dat, uh, ja, die liefst, het liefst omgaan met mensen van het eigen ras. En in die vorige uitzending over rassen en racisme zeg ik dat ik daar geen moeite mee heb. Dat maakt mij het uit. Er zijn meer dingen om je druk over te maken. En onder die andere dingen om je ergens druk over te maken, vind ik belangrijker dingen. En, en trouwens, het maakt me ook helemaal in, in echte zin ook helemaal niks uit. Als alle allemaal tussen alle lukkers willen wonen. Ik vind het best een Arabieren in Arabië. En, ja, ik vind het eruitstekend. Ik heb daar geen moeite mee. En met de seksen, daar heb je een. Ja, ik zie een duidelijk verschil tussen seksen. En ik ben dan iemand dat ik liever omga met mensen van mijn eigen seksen. Als ik het heb over op vakantie gaan of uh, samen iets ondernemen, of, uh, dat soort dingen. Ja, doe mij maar een kerel. Daar kom ik eerlijk vooruit. De omgang met vrouwen, die is mij niet goed bekomen. En dan wil ik niet zeggen dat het met al die mannen allemaal zo fantastische halleluja prijs de Heer was. Daar zitten ook van die elementen tussen dat je denkt, jeetje. Maar in de regel ben ik liever verantwoordelijk voor iets. Daar gaat het om, hè. Als je verantwoordelijk bent, je hebt een klus. Hè? Ja, liever samen met een man dan met een vrouw. En dat wil niet zeggen dat ik dan bij uh, een situatie. Want ja, op mijn werk heb ik natuurlijk. Waar ik nu werk. Daar werken met name vrouwen. Ja, daar ben ik niet samen mee verantwoordelijk. Want, ja, ik doe ander werk dan zij. Dus uh, ja, zij zijn er wel. Maar ze zijn punt één. Ja, ze staan in de pickorder, In de rangorde staan ze boven mij. Dus als ik binnenkom, dan vraag ik aan die vrouwen van, nou, ik ben hier om schoon te maken en uh, wat heb je het liefst, uh, wat, wat zijn de prioriteiten? Wat moet ik in elk geval doen? En voor het geval, stelt dat dingen uitlopen of zo, dat ik in elk geval de dingen heb gedaan die belangrijk zijn. En de vrouwen dan, nou, meestal zijn het dus vrouwen, die bepalen dat dan. Nou, dat gaat uitstekend Maar zou ik het samen, ja, zou ik samen met, met iemand moeten schoonmaken? Dan zou ik het liefst dan samen schoonmaken, want dat doe ik dan hè. Met een man samen, dan met een vrouw. Ja. Ja, ja zo ben ik. En dat geldt voor andere dingen ook hoor, als je gewoon ergens samen voor staat dan uh, ja. Of je moet de taken goed scheiden en dan is het niet zo'n punt. Als dus het helder te scheiden is dat ik precies weet uh, en dat die vrouw dan precies weet wat zij moet doen... ...en dat kan ze dan ook makkelijk en dat ik precies weet wat ik moet doen. En dan nou, dat maakt het ook niet uit, maar dan werk je niet echt samen of zo. Maar neem zoiets als uh, een... ja, voor kinderen zorgen. Ik heb dat samen met Wim gedaan, Wim Kruidentuin. met vakanties. Ja, dat vind ik toch met een man echt veel makkelijker dan met een vrouw. Hè. Met een vrouw moet je van alles afspreken en evaluatiemomentjes en bla bla bla. Terwijl met een man, pff, Wim en ik smaken nooit wat af. We zijn etterlijke keren, uh, wow, vier keer met kinderen op vakantie geweest. 2010, 2011, 2012, 2013. Ja, ja, vier keer. Eén keer zelfs met drie. Nee, maar een paar keer. met twee kinderen, met drie kinderen en met vier kinderen. Ja. En dan valt het mij op dat ik dan met Wim niks hoef af te spreken. We zijn allebei niet lui. En dan, ja, je begint gewoon ergens. Dus de, bijvoorbeeld met autorijden. Dat Wim dan tegen mij zei: van, Nou, uh, jij rijdt uh, tot aan Maastricht. Toen gingen we naar de Ardennen. Hè? Jij rijdt tot aan Maastricht en ik rijd vanaf Maastricht. En als we weer terug zijn in Nederland, dan rijd ik tot aan Maastricht en dan neem jij het over. Dus met andere woorden, ik zou in Nederland rijden en Wim. In België en, en Luxemburg. Nou, nou zei ik dat is goed. En ik ging natuurlijk kaart lezen. Want Wim kan moeilijk kaart lezen als hij aan het autorijden is. En, uh, en Wim kwam er dus achter dat ik ongelooflijk goed kaart kan lezen. Ja, dat kan ik ook. Ik kon tegen Wim zeggen: van Nou, uh, moet je luisteren over, ik schat 500 meter of zo. Dan krijgen we een kruising en ik neem aan dat er stoplichten staan. En daar moet je rechtsaf. Nou, dan kregen we na 100 meter, kregen we een kruising, er stonden geen stoplichten. En dan kregen we naar uh, nog een keer 200 meter, kregen we weer een kruising, er stonden geen stoplichten. Toen kwam die kruising na nou, ongeveer 500 meter en daar stonden stoplichten. En daar stond ook zo'n bord uh, Sherboer. Uh, Alla zo hè. Zaten we daar in het Franstalige deel van België? Ardennen. Les Ardennes. En spraken wij dat af? Nee, nee helemaal niet. Ja, de Wim zei: uh, Ik rij, uh, wil jij het allemaal strikt, dan neem ik het over. Ja, is goed. En uh, Wim was niet zo sterk in uh, 's morgens vroeg opstaan' en ik had daar geen moeite mee. Dus ik was dan met Wim tot uh, drie, vier uur s'nachts. Uh, gingen wij belangrijke dingen bespreken. Want we hadden een belangrijke hoeveelheid whisky te drinken. En ook nog heel veel belangrijke wiet op te roken. Of erg interessante hashiel. En die gingen we reten laat slapen. En ik werd s morgens om zeven uur. Moet ik een paar uur geslapen. Uh, wakker. En uh, met die meiden dan uh, ontbijt maken. En dan maakte ik als laatste koffie. Want Wim houdt van hele hete koffie. En dan en Wim een kop hete koffie onder zijn neus te duwen. En ik zelf een bak mijn koffie. Uh, ik kruip lekker het bed in. En uh, wil lekker koffie lurken en nog even omdraaien. En dan begon de dag. En ik deed dus elke keer het ontbijt. En nee. Wim deed elke keer het avondeten. We spraken we daar wat over af? Nee, ben jij maf, man. Dat, dat, dat ging vanzelf allemaal. En daarop terugkijkend, want ik heb met Wim ook vakanties gehad zonder kinderen erbij. Gewoon puur holiday met z'n tweeën. Nou, dat is nog simpeler. Dat is echt nog simpeler. En Wim is dan zo'n doener van. Uh, ja, daar wil ik wel wat doen op vakantie. En dan zei ik: Ja, ik dus niet. Nou, dan zei Wim: Nou, oké. Okay, uh, in principe uh, ga ik dan een aantal keren in mijn eentje dan dingen doen. En dan wil die dingen bekijken of zo. En mij interesseert het helemaal niks. Maar hij zei: Ik ga niet iedere keer in mijn eentje hoor. Je moet ook een paar keer mee. Dan zei ik: Nou, oké, okay, dat is goed. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Gewoon een paar keer ga ik wel mee. En dan gaan we wel er wat gezelligs van maken. Dan gaan we ergens een biertje drinken. En, uh, even met mijn neus in de zon zitten. Ja, dan heb ik ook een leuke middag. Niet alleen maar naar stenen kijken van een ingestorte ruïne. Want dat zegt me echt helemaal niks. Ja, dat ging echt prima. En dan met meisjes op vakantie, vrouwen op vakantie. Oh, wat een drama, man. Ik kan gelegen hebben aan die vrouwen, hoor. Ja, want dat is ook een andere ding in mijn leven. De relaties met vrouwen, dat was niet leuk. Yo, ik heb er dan een dochter aan overgehouden en daar moet je dan blij mee zijn en dat ben ik ook wel. En, uh. Maar uh, dat is dan iets positiefs en aan de andere kant heb je dan toch iets van 30 jaar lang dagelijks doorgebracht met vrouwen. Mee, en de knetter jongen, het is dus altijd dezelfde mieter. Ik wil makkelijke dingen doen. Nou, even zeuren, de baas spelen, afspraken niet nakomen, god zal me raken. Nee, het, het, voor mij omgang met vrouwen is helemaal niet leuk geweest. En dan kan je zeggen van ja, Peri, jij hebt pech gehad. Maar dan kijk ik naar kennissen, vrienden van mij. en hoe die vrouwen omgaan met die mannen. dan denk ik ook: oh mijn god. En ook zo iemand, en dan, die heeft dan een ex. En die ex die heeft vervolgens kinderen gekregen met andere mannen. Mannen, meervoud. En hij heeft dan ook de zorg op zich genomen. Dus ben je hem in de buurt komen wonen nog een keer? Dus op een dag, hallo, jij ja, woont om de hoek. Nou, dan vond ze het wel makkelijk, hoor, dat hij dan uh, ook even in kon springen om te helpen bij de zorg voor die twee koters. En dat deed hij dan maar. En hoe ze hem behandelde, man, Godverdomme, echt als een voetveeg. Dus wat er met vrouwen aan de hand is. En dan weet ik dat er ook mannen zijn die zich verschrikkelijk misdragen. Tuurlijk gebeurt dat. Ik, ik ken een geval, een vriend van mij, en wat die, die al een doel gedaan heeft. Dus hij had een vrouw met kinderen van hem. En die relatie die, ja, die boterde niet zo. En ik had hem wel een keer horen klagen en uh, iets met uh, weinig seks of zo. Nou, toen hadden ze, ik weet niet wie dat besloten heeft van die twee... maar ze hadden besloten om een kindermeisje te nemen. Dus een vaste oppas voor de kinderen. Die vrouw van hem had een baan of zoiets. Iemand moest de kinderen van het school halen of zeg het maar. Ja, toen hadden ze dus de, een, een, een tweede vrouw... een volwassen vrouw, wekelijks, dagelijks over de vloer... Is die met die kindermeis het bed ingedoken? Nou. Nah. Ja, met haar had ik echt in één keer een enorme klik. Ja, ja. Nou, dat vind ik niet goed. Daar dat, kan dat, je van uitgaan. Dat vind ik niet goed. Want ik snap heel goed dat hij uh, voelde zich niet zo lekker in die relatie. En, en die vrouw die was misschien een beetje truttig of zo. Tenminste, dat zou ik gevonden hebben. Maar dan nog ga je niet neuken met het kindermeisje. Uh, dat is geen remedie voor uh, een relatie die niet botert. Wat is dat nou? Nee, ik heb daar geen uh, positieve gevoelens bij. Uh, bij het gedrag van die vriend van mij. Ik heb me nooit met zoveel woorden uitgelaten tegen hem over wat ik daar nou eigenlijk van vind. Maar. Misschien dat ik dat op een dag nog eens uh, ga doen, dat weet ik niet. Als de tijd daar is. Uh. Maar hij krijgt het al behoorlijk voor zijn kloten. Want de laatste keer dat ik hem zag samen met zijn vrouw. dan zat ze hem in de rondte te commanderen. jongen. zo had ik net. Nee, dat is leuk. Dus, uh, ja. Nou, we moeten het er misschien bij, uh, bij laten of zo. Voor hem dan, hè? Dat ik het maar niet over begin. want... Waar hij nou in zit, want hij heeft met die andere vrouw, die tweede dan, het kindermeisje, het voormalig kindermeisje, daar heeft hij nou dus kinderen mee. één of twee. Oh oh oh, en ik was er dan bij met een, een kerstviering. Nou oh, nou nou nou, wat een toestand. Gewoon niet luisteren, dat dat vind ik dan zo vervelend aan vrouwen. Hè? Als je als man uh, heb je van alles uitgedokterd en heb je een plan gemaakt. En dan gaat zo'n vrouw even op het laatste moment even de boel anders uh, lopen doen. Met alle gevolgen van dien. Oh, die vrouw wilde in één een, een keer die wilde in een eerder weg. Daar kwam het op neer. Ja, toen kon hij dus als, uh, ja, van alles omgooien. En hij moest mij ook nog wegbrengen naar het station. En... Jeusje, van een Omdat Madame eerder weg wilde, ja. Zij had gewoon netjes moeten wachten. Tja, het is toch kerst? Wat is dat nou? En een kerstdiner, dat kan een beetje uitlopen. Ja, moet je rekening mee houden. Er waren daar uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bijna 10 mensen. Ja. En het is kerst. Dus dat zit uh, lekker van tevoren. Uh, ja, eerst nog even lekker te borrelen. En dan komt het voorgerechtje. En dan uh, gaan we weer even borrelen. En dan komt het tussengerechtje. En dan, ja, je kent het toch wel. Misschien is hij al genoeg gestraft. Maar straf verdient hij. Wat, uh, wat hij gedaan heeft, is niet oké. Okay. En zo, ken ik, zo hoor ik meerdere verhalen hoor. Ik hoorde van de week ook een verhaal van een man. En dat uh, en was een neger uit de Soedan. En die heeft een vrouw hier in Nederland helemaal het hoofd op hol gebracht. En die vrouw die had al kinderen en hij wilde zo graag nog kinderen met haar. Oh, wat was die verliefd en oh, ik wil dat. Ja, wat zat erachter? Nou, dat, dat bleek toen, het uh, uh, bleek nog een drieling te zijn ook. Uh, drie kinderen gebaard van die man. Nou, die man die is aangifte gaan doen bij het gemeentehuis van de geboorte van een drieling. En die kreeg een verblijfsvergunning daarmee. En toen is hij vertrokken. Dus is zat zij met drie kinderen. Tja. Oh, 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 oh. Dus dat soort verhalen hoor ik ook hoor. En de, dat is ook verschrikkelijk. Dus, uh... was er was nog een ander verhaal dat hoorde ik van een man en die had dan zo'n. Die was zeeman. En die had nog een relatie. Die had een bijvrouw. En dan kwam ze dan achter. En toen is ze uit de plaat gegaan. En een scheiding aangevraagd. En gekregen. Maar nou zijn de kinderen zijn boos op haar. Terwijl die man die. die man had een tweede vrouw. Daar hoef je toch geen genoegen mee te nemen als vrouw. Is dat nou? Dus even voor die. als je het wel hebben over de seksen en seksisme. Nou, ik ben dus seksistisch. Ik zie een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. En het is belangrijk uh, dat die twee wel met elkaar omgaan. Bij de rassen natuurlijk ook. Maar als er mensen zijn en die zeggen: Ja, ik ga het liefst alleen met negers om. Nou, dan breekt bij mij niet de blinde paniek uit. Maar als de mannen helemaal niet meer met vrouwen om willen gaan. Of de vrouwen helemaal niet meer met mannen om willen gaan. Of. Wat er nu aan de hand is, dat ze gaan wel met elkaar om, maar dan gaan ze scheiden en dan hebben die kinderen hebben geen mama en papa meer. We hebben van die gebroken gezinnen. Ah, dat kan niet, man. Dat echt, dat kan niet. Kijk, dat er, dat er een huwelijk op de klippen loopt. Oké, okay, ja? Maar nu. Dat is niet te filmen. Het aantal moeders dat ik ken, wat in de eentje zorg draagt voor de opvoeding, dat is veel te veel. Dat is meer dan de helft. Die staat er alleen voor. Dat is kindermishandeling. Punt. Dat mag helemaal niet gebeuren. Ja, dat kan een keertje voorkomen. Dat is allemaal hartstikke vervelend. En, uh, ja. Er gebeurt altijd wel al wat, natuurlijk. Maar niet. Dat is nu zo goed als normaal. En dat slaat nergens op. Want het is niet normaal. Het is slecht voor je kind. Of kinderen. Dat is kindermishandeling, is het? Dat is kinderverwaarlozing. Want een kind heeft een mama en een papa nodig. Wat denk je wel niet dat je de schepping even zelf opnieuw uit kan vinden? En dan heb je ook nog een andere fenomeen, is dat ze dus vanuit de media een beetje het verhaal oplopen te hangen of een beetje het verhaal oplopen te hangen. Dat er uh, helemaal niet zoiets is als uh, mannen en vrouwen. Je hebt uh, LGBTQ. RSTV, X, Y, Z. Nee, je hebt mannen en vrouwen. Dat heb je. Alleen weg. Je hebt mannen en vrouwen. En dan heb je daarnaast... Uh, ja, je hebt iets dat heet een hermafrodiet. Nou, dat komt voor. Ja, er worden ook mensen geboren zonder linkerarm. Dat gebeurt ook. Dat is niet de bedoeling. Mensen horen twee armen te hebben. En een hermafrodiet. Ja, dat... Ja, dat, dat klopt dus niet. Daar is iets misgegaan. Tijdens de conceptie of vlak daarna... En dat komt heel weinig voor. Ook nog een keer. Zo'n 1 op de 10.000, 100.000 of zo. Dat is een hermafrodiet. Even voor degene die dat niet weten... maar dat zijn mensen en die zijn niet echt mannetje of vrouwtje. Lichamelijk dan, hè? En nou, dat zijn ook mensen die... Die voelen zich ook niet per se man of vrouw. Die, 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 die hangen er een beetje tussenin. En ik ken zo'n man, of wel okay, ken die ken ik niet, maar die zat op internet. En die is dan gespecialiseerd in het uitvoeren van uh, plastische chirurgie. in dat soort gevallen. En dan wordt er met die mensen een heel traject gestart. Van punt A: wil je überhaupt dat er een operatie komt? En als je dat dan wil, wat wil je dan worden, mannetje of vrouwtje? Dus die mensen worden. Maar er zijn ook hermafrodieten, dus dat zijn die mannen. Er zijn ook mensen die worden geboren als hermafrodiet. Die hebben zoiets van ja, la maar. Ik ben in een keer zo geboren en ik vind het wel best. Aan mijn lijf geen polonaise. Nee, ik hoef geen hormoonkuur. Ik hoef geen amputatietoestanden. Laat mijn lichaam maar zoals het is. Want ja, ze kunnen verder. Ja, ze kunnen plassen, ze kunnen poepen, ze kunnen eten, ze kunnen gimmen. Het is alleen nog mannetje, nog vrouwtje. En ze zijn onvruchtbaar. That's it. En dat ze onvruchtbaar zijn, ja, dat blijft. Operatie of niet? En voor de rest heb je twee geslachten, mannetjes en vrouwtjes. Punt hoor. En iemand die dus als man geboren is en graag als vrouw door het leven wil. Ja, die heeft een psychisch probleem. Dat zit tussen de oren. Je had zo'n Nederlandse auteur van romans. Ik heb wel eens een roman van hem gelezen. Ik heb een vlucht de regen, Vulpen, van hem gelezen. Maarten het hart zei hij. Die mafketel die kwam een keer naar een boekenbal. En hij wilde Maartje genoemd worden. En hij had een jurk aan. En lipstick op zijn hoofd. En een pruik op. En die man is niet goed bij zijn hoofd. Maakte het hart. Die is niet fris. Die is niet fris als zijn oren. En daar mankeert wat. En dat maakt mij verder niet uit. Als Maarten het hart van die rare dingen wil doen. ja, dan moet hij lekker zelf weten. Maar het is niet normaal. En ik ken ook iemand. en die heeft. Die heeft zijn penis laten amputeren. en ook zijn hormoonkuur en alles. En die doet dan ook een lipstick op. En, en ja. Hij laat zich noemen Kim. Uh, vroeger heette die Wim. Dus niet Wim Kruidertuin hoor, want die heet gewoon Wim. Hè. Maar vroeger heette hij dus Wim. En nu heet hij Kim. En ik heb hem ontmoet. Eén of twee keer. Nou, ja, twee keer. Een aardige gozer, hè. En het is een gozer. En we hebben een gemeenschappelijke kennis, waardoor ik dus die Kim heb uh, ontmoet. En die zat tegen mij, ja, let er nou nog een beetje op, want je, je zegt de hele tijd, hij tegen hem. Dan denk ik, ja, het is toch ook een kerel? Ik kan het toch zien, het is een kerel? <laughs> ja, hij heeft zijn penis laten amputeren, ja, dat moet hij lekker zelf weten. Het is een man, dat kan je zo zien hoor. Het verschil tussen mannen en vrouwen. Een computer kan het zo zien. Ik kan, het dus, ik kan zo een computerprogramma uh, schrijven. Ja, zo, dat kost me wel even tijd. Maar... maar je neemt maar parameters van uh, het menselijk lichaam. en je weet zo of het een mannetje of een vrouwtje is. met een nauwkeurigheid van 99,999999%. Echt hoor? Geen enkel probleem. En dan heeft het te maken met uh, de, ja, de botstructuur en uh, hoe hoog zit de taille en de verhouding van de schouderbreedte ten opzichte van de heupbreedte, uh, lengte van de benen, de ja, zeg maar. En zelfs in het gezicht. Mag je ook aannemen, want aan het, aan het gezicht van iemand kan je al zien of het een man of een vrouw is. Jukbeenderen of zo, moet je dan naar kijken. Het is toch duidelijk? Je hebt mannen en je hebt vrouwen. Klaar. En iemand die zich dan heel vrouwelijk voelt. Eh. Ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat je in een jurk wil lopen? Dan ben je gek. De, de, wat denk je nou dat er in jouw leven gaat veranderen. als jij in een jurk over straat gaat? En die, die man, hè, die dus hermafrodieten opereert. Die opereert ook mensen die als man geboren zijn en dan als vrouw uh, door het leven willen. Uh, die benaderen hem dan van uh, wil je mij dan ombouwen? Daar is hij heel, heel, heel terughoudend in. En zijn motto is van nou, uh, eerst gaan we kijken of we middels psychotherapie. Uh, die hunkering van jou... om als vrouw door het leven te gaan... om, die, uh, om daar de angel uit te trekken? He, want, want waarom zou je dat willen? Wil je... wil je een vrouwelijk beroep, bijvoorbeeld? He, want er zijn beroepen... daarin zijn vrouwen... Uh, ja, er zijn vrouwen er zijn meer geneigd om dat soort beroepen in te gaan. En dan moet je dus niet denken aan straten maken. Want ik heb nog nooit een vrouw uh, met bakstenen zien sjouwen en dan een uh, uh, straat aanleggen of zo. Huh? Bij het rioleringsbedrijf uh, met zo'n uh, zo, 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 uh, zo broek. Die dan helemaal van rubber is. Zodat je dan tot aan je middel kan je in de rotzooi staan. En je onderbroek blijft drogen. Weet dat ook wel eens, een broek? En dan een beetje met een hark, een beetje moppen. Een beetje verstopte riolering. Dat doen alleen mannen. Vrouwen zie je in dat soort beroepen niet. Ook in de elektromonteur. Dus zie je helemaal geen vrouwen. Maar kijk je naar uh, kinderdagverblijfmedewerker. Uh, nou, dan kom je heel veel vrouwen tegen. En bij mij op het werk. Daar kom je heel veel vrouwen tegen. Nou, is het dat wat je aantrekt? Maar daarvoor hoef je niet een penisamputatie te ondergaan. Dat moet je solliciteren. Dan krijg je een lekkere vrouwelijke baan. Maar als het erom gaat dat jij graag met make-up wil lopen, nou, je bent al een beetje niet goed bij je hoofd als je als vrouw met make-up wil lopen. Laat staan als man. Ja toch, wat is dat nou weer? Hoezo moet je verf op je hoofd smeren? Gaat de wereld daarvan veranderen? Nee, natuurlijk niet. Ja, dus vrouwen die met make-up over straat gaan... ...er is al wat mee aan de hand, zou ik zeggen. En gaat een man dat doen? Nou, er is er dus ook wat mee aan de hand. Klaar? Ja, en die man die, die, die geslachtsveranderende. Maar dat moet je het niet zeggen, want je kan het geslacht niet veranderen. Maar je kan wel een penis amputeren en je kan hormoontherapie voorschrijven. Er uh, ja, kan wel van alles uh, ogenschijnlijk aan de buitenkant wat veranderen. Maar uh, die wilde dan eerst helemaal zwaar overtuigd zijn dat iemand, dat iemand daarbij gebaat was. Want had hij ontdekt. Dat als je een goede therapie, psychotherapie, opzet. dat dan in een behoorlijk aantal gevallen mensen terugkwamen. van die hunkering om als vrouw door het leven te gaan. en dat ze het standpunt hadden van. ja, nou, dat is iets dat had ik. maar tegenwoordig ben ik eigenlijk hartstikke blij met mijn penis en mijn ballen. En ik wil helemaal niet meer in een jurk over straat lopen. Ik doe lekker mijn spijkerbroek aan. Ja, toch? nou en die, die plastisch chirurg die zei van, nou dat vind ik dan beter dan dat zo iemand zich nou, een, een verschrikkelijke operatie heeft ondergaan. En allemaal veranderingen in zijn lichaam en zijn hormoontherapie, nou dat is ook niet uh, zonder gevaren. Dat heeft ook consequenties. Ook niet allemaal positief. En als je dat dan allemaal hebt laten uitvoeren, en dat kan je niet meer terugdraaien, niet zo 1, 2, 3, en, en je behoort dan tot de groep die eigenlijk alleen maar een psychisch probleem had, ja, dan heb je wel een psychisch probleem op een verkeerde manier opgelost. En dat is een drama. Ja, dit zijn de professionals aan het woorden. En naar mijn idee is het zoals het in de Bijbel staat, zo is het correct. Dus in het begin schiep God de mens en Hij schiep hun man en vrouw. En die twee die zijn verschillend. Punt. En de vrouw kan kinderen baren en de man niet. En als het goed gaat, dan heeft een man, eh, punt 1, gaat hij niet vreemd. En punt 2, die man die heeft een hunkering om goed te zorgen voor zijn vrouw. En die vrouw is de baas in het huis. In het huis mag die vrouw, uh, ja, zo laat gaan we dit, zo laat gaan we dat. Allemaal op een vriendelijke manier natuurlijk. Maar daar heeft zij het meeste te vertellen. En een buitenshuis, noem het maar, de lange termijn toestanden naar buiten toe en alles, daar heeft die man het meeste te vertellen. Mijn opa en oma van mijn vaders kant, dat was een goed voorbeeld. Ze hadden een heel leuk huisje en er zat een kast onder de trap. En die kast, die heeft mijn opa ingericht. Hartstikke slim. Met allemaal plankjes en handige dingen. En daar ging me toch een partij spullen onderin, man. Ja, dat had mijn opa allemaal uitgeknobbeld. en dan was hij dus helemaal klaar met die kast en dan zei hij dan tegen zijn vrouw van nou uh, Gonnie, de kast is klaar, zet er maar in wat je erin wil hebben. Maar je hebt een eh, genoeg planken, genoeg handige dit en dan ook een heel handig schakelaartje voor een lampje. En, uh. en dan ging hij weer lekker de krant lezen. Hij ging s morgens om half acht de deur uit met een broodtrommel naar de vliegtuigfabriek. En s'avonds om half zes, zes uur of zo kwam hij weer thuis. En dan lag de krant, die lag voor hem klaar. En dan ging hij de krant lezen. En om half zeven dan ging hij uh, aan tafel. En als het eten klaar was, dat was een zijn taak, <laughs> dan bracht hij uh, de vuile vaat bracht naar de keuken. En dan alles in één keer. Ook toen hij nog heel oud was. was, al heel oud geworden. En dan mijn oma zo van. Frans, 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 pas toch op, Frans, pas toch op. En dan mijn opa's een beetje lachen. Ik ga één keer lopen. En dan bracht hij in één keer alle vaat naar de keuken. En dan ging hij in zijn stoel zitten. En dan ging hij de rest van de krant lezen. En hij kreeg dan koffie. Dus mijn oma ging koffie zetten en hij kreeg koffie. En dan had hij lekker de krant kon lezen met koffie. En, en zij ging in de keuken rommelen. En dan ging ze om half tien, kwart voor tien, ging ze in de bed. En s'morgens om zes uur stond ze op. Wat een goede taakverdeling. Zo hoort het te zijn. Zo hoort het te zijn. Ik weet nog, ze hadden een conflict. Want toen de kinderen de deur uit waren. Dus mijn vader en zijn twee zussen. Ja, toen wilde mijn oma. Die wilde. Ja, die hadden geen zak meer te doen. Hè? En die wilde wel een baantje. Nou, dat mocht van hem niet. Nee, zei hij. Ik, ik zorg voor het inkomen. Nou, en mijn oma die heeft, uh, heeft gewerkt als uh, lerares textiele werkvormen, heet dat dan tegenwoordig. Toen heette het handwerk lerares. Die had ook zoiets gedaan als de kweekschool of zo. Een, een slimme vrouw. Maar ze mocht geen les geven op school, op scholen. Dat vond hij niet goed. En in het buurthuis, daar was mijn opa was voorzitter en dan, uh, ja, daar moet hij ook de hand in hebben gehad. Maar dan ging zij dus lesgeven aan de buurtkinderen in het buurthuis. En dat mocht wel van mijn opa. maar ze mochten wel naar buiten. <laughs> maar dat was vrijwilligerswerk. En dat mocht wel. Mijn oma heeft zich heel sinds verveeld of zo. En ze heeft andere dingen met kinderen gedaan. En dat was allemaal hartstikke leuk, man. Ze mocht alleen niet werken van hem. Want dat deed hij. Dat is zijn trots. En volgens mij, ze heeft wel een tijdje gewerkt. Want mijn moeder had het daarover. Maar dat was denk ik voordat er kinderen waren of zo. Maar dat weet ik niet precies. Door die twee, mijn opa en oma hebben het niet altijd even breed gehad. Misschien dat er een periode is geweest dat zij even gewerkt heeft. Maar wat ik me kan herinneren, heeft mijn oma nooit een baan gehad. Dat is een goed voorbeeld, die twee, een goed voorbeeld van een goed huwelijk. En zo moet je het doen. Dat is, uh... dat is harmonieus, dat is goed. En dan ga je zeggen, ja, maar die vader van Jo, uh, die is helemaal losgeslagen. Die heeft uh, aan de alcoholkliniek een uh, verslaving gedaan. Ja, dat is waar. Maar zijn jongste zus heeft een leuk huwelijk gehad. En leuke kinderen. Dat is prima. En, en ik, ja, ik ben toch een aardige fan geworden, of niet? En veel gehad hoor aan, de, aan mijn opa en oma van mijn vaders kant. En dan met name van die harmonie, hè? die harmonieusheid. Mijn opa zo was van, ja, nou zus en zo, en dan gaat het wel goed. Zo. Dat staat me ook zo bij dat ik dan daar was, dat ik klein was en dan belde tante Jopie die belde op. Ja, maar Joopie en ik... Ik wil even, dat hoorde ik dan niet, hè? maar dan hoorde ik aan mijn oma haar stem dat uh, Jopie had dan een idee. En dan uh, hoorde ik mijn oma zo zeggen van, oh ja, nou, dat, dat klinkt wel als een leuk idee. Ja, nou, als, uh, als Frans vanavond uh, thuiskomt van zijn werk, dan zal ik het hem gelijk voorleggen. En dan, uh, nou, en dan hoor je wel van mij, dan bel ik je wel terug. Zo was mijn oma dus, hè? Even contact opnemen met Frans. En dan, nou, als Frans dan zegt, als Frans dan ook zegt dat het leuk is. Nou, dan worden er afspraken gemaakt. En als ik dan kijk naar de moderne vrouw. dan neem ik de moeder van mijn kind als voorbeeld. Die maakte afspraken. en dat gaf ze niet eens aan mij door. Dat kreeg ik te horen als zij dan de jas aan ging trekken en dan mijn kind ging de jas aan trekken. En dat ik dacht van, hé, hey, wat gaan jullie doen? Dan kreeg ik dus te horen dat er een afspraak was gemaakt. En dan gingen uh, de moeder van mijn kind en mijn kind, die gingen samen vrolijk de deur uit. En dan zat ik in mijn eentje thuis op een zondagmiddag die ik vrij had gehouden voor mijn gezin. En over dat gedrag van vrouwen daar ben ik absoluut niet te spreken. Nou, dat kan niet. Dat kan je niet maken. En daarin heb ik 100% gelijk. Punt. Maar niet 25% of 85% of 95%. Nee, 100% gelijk. Je moet overleggen. En dat scheelt eraan. Dan las ik ook. Of las ik dat nou of hoorde ik dat nou? Nee, dat hoorde ik. Nee, dat las ik. Nee, ik las. <laughs> Maakt ook niet uit. Maar dat was iemand en die had gezegd: er dat, dat was uit dat sociologisch onderzoek gebleven, gebleken dat vrouwen met een uh, ego uh, dinges en die zichzelf helemaal de bink vinden zo. Ja, wat die vrouwen doen, is ze kraken hun man af. Ze zetten hun man te kakken. Dus die vrouwen hebben dan zo'n ego-probleem. Wat een inhoud, dat ze zichzelf dus. Want waarom zou je jezelf zo verheffen? Dat is omdat je een minderwaardigheidscomplex hebt. Anders doe je dat niet. Ik heb helemaal geen enkele reden om mezelf te verheffen. Want ik ben de allerbeste programmeur van Arnhem, van Gelderland. Wat zeg ik van Nederland en omstreken? Kijk, ik hoef mezelf niet te verheffen. <laughs> ik ben gewoon een hele goede programmeur. Computerprogrammeur dan? Ja, ik hoef mezelf niet te verheffen. En als schoonmaker bij uh, de gehandicaptenzorg, uh, nou, dan sla ik geen uh, slecht figuur hoor. Ik heb afgelopen woensdag gekookt. Voor het eerst voor twaalf man. Ja. Uh -huh. En afgelopen vrijdag, dus gisteren, was ik op dezelfde locatie. Ik zou weer koken. Heb ik ook gedaan. En dan vroeg ik dus aan een paar van die bewoners: uh, smaakte het eten? Nou, twee daarvan, die zeiden gelijk: ja, dat was erg lekker. En die andere, dat was toevallig een vrouw, maar uh, die keek me zo aan. En die zei: van, uh, nee, ik, ik vond het uh, niet zo lekker. En toen vroeg, vroeg ik even door... ...en wat vond je dan niet zo lekker? En toen kwam ze er niet uit. Ja. kon ze niet onder woorden brengen. Ja, het zijn, ook de, de, ja, het zijn gehandicapten, geestelijk dingen. Ja. Je mag blij zijn als je er überhaupt een gesprek mee hebt. Hè. En toen hielp ik haar een handje. Toen zei ik, was het soms te pittig? En toen keek ze me gelijk zo uh, ja, aan met hele grote ogen. Ze zei ze, ja... Het was pittig. Zeg ik, oké. Okay, nou ja, dat weet ik dan, hè. Zei, vanavond wordt het niet pittig, hoor. Want voor die avond stond op het menu. Uh, wat was het? Gebakken aardappelen met uh, spinazie à la crème. en vissticks. En rauwkost. Nou, dat is niet pittig, hè. <laughs> en afgelopen woensdag was het ook niet pittig. Want dat was. Ja, als je mij. Een, het was kip, kerry. Met rijst en... Ja, ook iets van een salade, volgens mij. Ja. Ik had ook, ook iets van rauwkost erbij en zo. Nou, als je mij... kerrysaus uh, laat maken... ...ja, ik ga wild. Want ik kan kerrysaus maken. Dat hoef ik niet per se zo'n pakje te hebben. Dat, dat maak ik zelf. Ja, ik kan een hele hete, uh, pittige kerrysaus maken. You believe me... Maar dit kwam uit zo'n pakje van Knor. Nou, die is niet pittig, man. En wat had ik erbij gedaan? Want ik had geen paprika's. Er stond wel op de lijst dat er paprika's in moesten. Maar er, er waren geen paprika's besteld bij de supermarkt. En er lagen nog wel uh, van die hele grote mooie appels. Dus ik, ik heb er appels in gedaan. Het gaat heel goed. En uh, er waren wel worteltjes. Van die kant-en-klaar uh, geschrapte worteltjes. Uh, die heb ik gekookt. En toen dus die worteltjes en die appels en dat ging dan allemaal met, met die kerrysaus. Ja, sorry joh, maar dat is niet pittig. Dat, is, dat kan niet. Het kan niet pittig geweest zijn. Ja goed, zo'n vrouw, die, die, ah, die wist het misschien niet eens meer. Maar die andere twee, die waren er eigenlijk over te spreken. Ja, oh, dat was lekker niet. En dan was ik daar vrijdagavond, uh, vrijdagmiddag, aan het kokkerellen. Dan kwamen ze bij mij in de keuken staan. En, uh, en toen had ik het eten had ik klaar en dan werd het uitgedeeld. En, nou, dat was een heel groot feest. Toen dan ging ik weg naar mijn fiets. En ik werd bijna uitgezwaaid door die bewoners. Want daar gaat Perry. <laughs> ja. ja, ik heb geen last van mijn ego. Ik heb geen minderwaardigheidscomplex. Ik hoef mezelf niet op te hemelen. Of zo. En vrouwen die dat hebben, die kraken hun man af. En dat heb ik gehad, hoor. Oh, 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 oh. Er heb een uitspraak dat de moeder van mijn kind, dat was er ook eentje, hoor, die zei op een dag tegen mij: ja, jij krijgt maar van alles voor elkaar, ook dingen die ik gewoon heel erg geprobeerd heb om te voorkomen dat je ze voor elkaar zou krijgen, dan krijg jij ze toch nog voor elkaar. Dat dacht ik, wat krijgen we nou? <laughs> Die zat de dingen te saboteren. Dan kreeg ze in de gaten dat ik iets wilde. En dan ging ze het best doen om te voorkomen dat ik het voor elkaar zou krijgen. Terwijl het helemaal niet ging om dingen waar zij last van zou hebben of zo. Daar had ze het alleen maar over zeggen: van, nou, daar krijg ik last van. Zou je dat niet willen doen? Nee, daar ging het helemaal niet om. Nee, man. En vrouwen. Dat, en, en zoiets. Hè, dus dat je, je man dan in dit geval. Hè, dan heeft, heeft zo'n vrouw heeft een, een egocomplex, minderwaardigheidscomplex. En dan gaat ze de man maar omlaag halen. Dat zie je bij, bij mannen, dacht ik niet zo. Die, die doen het anders. Als een man een minderwaardigheidscomplex heeft, dan uh, weet ik veel. Mannen maken zich schuldig aan vreemdgaan. Volgens mij doen ze dat vaker dan vrouwen. Schat ik, maar dat weet ik niet zeker. Maar vooral uh, alcoholgebruik. En, en drugsgebruik. en uh, Porno. En, en daar zitten de, ja, noem het maar, de kutstreken van mannen. Dat is dan toch wel anders dan bij vrouwen... Dus ben ik seksistisch? Ja, zeker. Ik zie heel duidelijk het verschil tussen de seksen. Ja, en als het goed gaat, als een vrouw lekker in de vel zit... dan heeft ze een andere rol in het gezin... of op het werk... dan de man. Vrouwen bijvoorbeeld, die gedijen goed in functies als management... en human resource gebeuren of zo. Daar zijn vrouwen goed in. En mannen zijn beter in de specialistische beroepen. Echt hoor. Ik ken het verhaal van een vrouw. En die had een baan gekregen als programmeur. En die had een webshop gebouwd voor een bedrijf. En. En toen had ze een bug, uh, iets deed het niet. En uh, toen was ze op zoek gegaan naar uh, de fout. En toen had ze uiteindelijk de fout gevonden en die fout verbeterd. Maar die fout zat helemaal onder in de software. Uh, software is in ja, functionele lagen, zo heet dat. En als je daar, als je een goede programmeur bent, uh, iemand als ik, ik ben een goede programmeur. Als ik software ga ontwerpen, dan zie ik gelijk al die functionele lagen. Die, die zie ik al voor me. Kan ik, de, ik heb een schetsboek. Als ik software maak, maak ik schetsen. En ik schets die functionele lagen uit. En ik maak aantekeningen en pijlen en een blokdiagram. En, ja, en ik ga dat allemaal dan van onderaf. Niet eens altijd van onderaf, soms ook van bovenaf. Maar dat, dat, ik zet het zo in elkaar. Nou, zij was dus uh, gaan bouwen en gaan bouwen en gaan bouwen. En was toen tot ontdekking gekomen dat op het, op het onderste niveau, op de onderste functionele laag, ja, daar zat het grondig mis. Dat is het, toen had ik dat ik de fout gevonden. En toen uh, ja, moest ik dus uh, alles een beetje overnieuw gaan schrijven. Ja, dat krijg je dan als je onderin een ontwerpfout hebt gemaakt. En je hebt je hele systeem gebaseerd op fundamenten waarin een ontwerpfout zit. En dan heb je dus de ontwerpfout gevonden en dan ga je de fundamenten goed zetten. Ja, alles wat je op die verkeerde fundamenten hebt gebouwd, dat kan je overnieuw gaan schrijven. Denk je dat ik dat nooit heb meegemaakt? Ja, natuurlijk wel. Daarom weet ik het ook. Ik heb heel wat keertjes uh, heel beteuterd zitten kijken naar mijn eigen inzicht. Van oh, hmm. Ja, dat wist ik toen niet. En ik kon niemand de schuld geven, alleen mezelf. En wat heb ik gedaan? Ik heb doorgezet. En ik heb, uh, ik weet niet hoeveel pagina's code, computercode, overnieuw moeten schrijven in mijn leven. Dat is niet 10 pagina's, niet 20 pagina's, niet 100. Maar ja, maf. Misschien wel duizend pagina's overnieuw moeten schrijven. Hoort het bij je vak? Nou, en die vrouw zei dus tegen mij dat ze met zoiets simpels als een, een website met een webshop. Die ze dan, uh, nou, misschien dat ze 80% van de code overnieuw moest schrijven. En dan heb je het over 60 pagina's, at the most. Nou, zei ze, toen ik dat ontdekte, toen, uh, nou, toen had ik er geen zin meer in. En toen ben ik ermee gestopt hoor, Daar heb ik mijn baan opgezegd. Ik denk, je, ja, ja, dat is een vrouw. Die moet je daar ook helemaal niet hebben. Die zijn in andere dingen beter. Dus bedoel, vrouwen mogen voor mij werken. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar hou een beetje rekening met je karma. Snap je? Nou. Ik vind dat ik het een beetje mooi heb gedaan. Dat ik, ik heb het gehad over seksen en seksisme. Nou, ik ben seksistisch. En ik zie de positieve kant aan vrouwen. Heus. Dat, mijn opa had een geweldige vrouw. Die steunde hem door dik en dun. En, en ik heb managers gehad. Dat waren echt dat waren vrouwen. en Goed, jongen. Oh, wat een goede managers. Daar had je wat dan. En ik ken mannen. En, en dat zijn ongelofelijke En Die hebben vrouw besodemieterd. En, en, ja. nou, daar zit je als vrouw niet op te wachten. Dus het is niet zo dat het probleem aan één kant ligt. En dat heb ik toch duidelijk gemaakt. Maar er moet wel wat gaan verbeteren. Er moet wel wat gaan veranderen. Want zoals we het nu aanpakken, zeker met een aantal gebroken gezinnen, ah, dat kan niet. Dat is onhoudbaar. Nou. Ik hoop dat jullie met me mee gaan denken met hoe we nou aan de oplossing gaan komen. <laughs> Dat zal wat moeten verzonnen worden hoor. Iemand, iemand moet een gouden idee krijgen. En dan mogen de vrouwen net zo hard aan meedenken als de mannen. En dan zeg ik op zijn hamburgers, op zijn butelaans, zeg ik tjus en dag lieve mannen en vrouwen.